Als we even teruggaan in marketing, old-fashioned marketing versus online marketing. En hoe is het eigenlijk allemaal ontstaan? Wil ik jullie heel even meenemen naar de jaren 90, de customer experience. De customer experience 1.0 is toen eigenlijk ontstaan. Dat wil zeggen service bieden aan je klanten. Dat werd toen heel erg belangrijk. Vervolgens gingen we naar de 2.0 versie. Wat gebeurde er toen? Toen kwamen er CRM systemen. Toen gingen ze marketing personaliseren. Dus voornamen gebruiken in e-mails. Dat was voorheen nog niet zo. Inmiddels zijn we nu bij de versie 5.0. En de klant 5.0 verwacht dat die hebben een ander verwachtingspatroon als 20, 30 jaar geleden. We kunnen dat niet meer vergelijken. En heel veel bedrijven, zeker de grote bedrijven, de logge instanties die niet flexibel zijn, die niet zo makkelijk meegroeien met de markt, die zijn hier nog helemaal niet mee bezig. Maar wat vraagt een klant 5.0 nu? Die vraagt producten en service op maat. Die vraagt geweldige ervaringen en die vraagt dat het gemakkelijk is. Kijk maar naar, nu zie je bijvoorbeeld een, wil je een huis, je kunt hem helemaal samenstellen. Wil je een nieuwe auto, je kunt hem helemaal samenstellen. Wil je kant-en-klaar maaltijden, gezonde biologische maaltijden aan huis? Je hebt weinig tijd, hè? Dus nu ondernemers ook op ingesproken. Ik breng het aan huis, vers gemaakt. Super, helemaal op jouw wensen afgestemd. Dat is wat er gebeurt en dat willen de mensen. Dit wil de huidige klant. Dus zij bepalen. Zij willen zelf samenstellen. Zij willen zelf zeggen wat ze belangrijk vinden. Dus de klantverwachting is heel erg belangrijk dat je de klant overtreft. Nou, om dat te doen kun je eigenlijk, en dat is wel heel erg handig nu, door de digitalisering. Dat betekent, er is heel veel data, big data noemen ze dat. Alle analyses die gedaan worden. De artificial intelligence zijn computers die steeds meer denkvermogen krijgen als een mens. Die zelf keuzes gaan maken, net als een mens. En de digitalisering. Dit gaat de komende 20 jaar een enorme impact hebben. Dat hebben we nog niet in de gaten. Hoe snel dat het gaat. Dus wat je met deze gegevens kan doen, is analyseren wat gebeurt er in de markt. Waar hebben klanten behoefte aan? Waar kan gaan we kijken? Zoek op hashtags op Instagram. Oh, jeetje, dit wordt dus heel veel gebruikt. Het analyseren van blogs, statistieken. Van hey, deze blog spreekt heel erg aan. Deze video van die klant wordt heel erg veel bekeken. Dan is daar heel erg behoefte aan. En wat kunnen we dus met die gegevens doen, wat nog niet veel gebeurt, is analyseren. Hey, wat wil de markt en hoe kunnen we daarop springen? Heel erg belangrijk. En ik denk zelfs dat de ZZP-markt, kleine MKB, die zijn wat veel flexibeler zeg maar, dan grote organisaties. Die kunnen hier veel meer mee gaan doen en veel meer uit gaan halen. Klanten zie ik de reactie met bedrijven als een menselijke relatie. Dat betekent dat we de human-to-human marketing nu hebben. Heel erg belangrijk is bedrijven dat ze om hun klanten geven. En hun klant niet als een nummer zien. Nou, hier zie je een afbeelding van, heel lang geleden denk ik, de vrouw achter de toonbank. Dat is waar we weer naar terug gaan. De persoonlijke. Je komt binnen in die winkel en ze zeggen, goh, Lizzie, wil je vandaag weer 2 volkorenbroden? In dit geval is het misschien een snoep, maar een koek. Daar gaan we weer naar terug. Waarom? En ik snap dat heel erg goed, als steeds meer digitaal wordt, zelfs artificial intelligence, computers. En je hebt wel eens als je een bedrijf belt en je komt in de wachtrij of je moet dan zoveel nummertjes drukken voordat je eerder je iemand aan de telefoon krijgt, dat mensen steeds meer de behoefte hebben aan menselijk contact. Dat is waar bedrijven straks het verschil in gaan maken. En mensen houden van interactie, van vernieuwing, niet saai zijn, verandering. Als we gaan kijken naar, nou hier zit een simpel lijntje door Facebook staan en Instagram. Wat er nu gebeurt is, mensen beginnen Facebook saai te vinden.
Ik zie al een paar jaar knikken. Nog niet iedereen. Maar het wordt steeds meer. Waarom? Facebook gebruikt algoritmes. En algoritmes die analyseren precies het gedrag van de gebruiker. Wat vinden mensen leuk? Dus als ze dat leuk vinden, dan gaan we dat laten zien. Maar op een gegeven moment wordt het te voorspelbaar. Dan denken we, ja, interessant, leuk. Het wordt saai. Wat gebeurt er nu? Instagram. En zeker in Amerika is heel erg in opkomst. Dus ook hier in Nederland gaat het veel groter worden. Nou, wellicht voor jou als VA ook interessant om eens te gaan kijken, als je Instagram nog niet gebruikt, is het iets wat bij mij past? Dus kortom, dit laat zien, en dingen blijven soms 10 jaar en dan verdwijnen ze weer, maar het gaat steeds sneller. Over zoveel jaar is Facebook er niet meer. Dan zijn er weer andere dingen. En ondernemers, die houden het vaak ook zelf niet in de gaten wat allemaal, hoe snel het allemaal gaat. Want ze zijn bezig met trainingen geven, ze zijn bezig met iets te ontwikkelen, maar ze zijn niet bezig met alle marketing er rondomheen. Daar willen ze mensen voor die dat bijhouden, die daar induiken, wat zij het los kunnen laten van, nou, ik regel dat wel voor je, ik pak het wel op. Kijk naar mobiel versus desktop. In Amerika, mobiel heeft desktop verslagen. Oftewel, er wordt meer websites mobiel bezocht in plaats van op de desktop. Hoe vaak checken bedrijven niet hoe responsief hun website is? Ze vergeten te checken, zeg maar, hoe de mobiele versie eruit ziet. Dus als jullie straks voor je klanten iets moeten aanpassen op de website, check altijd even hoe ziet het mobiel uit. Klanten willen zich dus het centrum van de wereld voelen. Die willen zich belangrijk gevonden worden door bedrijven. Op het moment dat zij zich niet belangrijk voelen, dan zullen ze eerder naar een ander bedrijf gaan. Op het moment dat zij echt het gevoel hebben van, nou, dit bedrijf, dat doet alles voor mij, zullen ze niet zomaar weggaan. Dus de klantervaring, heel erg belangrijk is dat het 10 keer makkelijker wordt en 10 keer geweldiger wordt. Daarmee gaan bedrijven verschil maken. En dat zie je al bij sommige bedrijven, daar zijn er zoveel van. Maar waarom zijn sommige zo succesvol? Als we kijken naar Coolblue. Coolblue is niet de goedkoopste, maar waarom doen zij het zo goed? Zeg je? Service. Service, precies. Daarmee maken ze het verschil. En dat laten ze in alles terugkomen. In hun marketing, het leveren van het product. Zelfs op de doos staat nog van allerlei leuke teksten. Ze maken het heel erg compleet. Dus het draait om simpel. Maar ook snelheid. De klant van nu wil snel, slim en gevoel. Heel erg belangrijk. Het is een hele mooie spreuk. Die laat zien, hè? Sometimes people remember what you say, sometimes people remember what you do, but they always remember how you make them feel. Een mooie spreuk van Maya. Die teksten schrijft. Waar straks mensen voor nodig blijven, is door de digitalisering, door de automatisering, mensen voor marketing. Waarom? Om dat gevoel over te brengen, om die klantrelatie, die customer experience, sales, alles, niet alleen verkoopgesprek, maar ook alles voor en na de sales, menselijk contact, klantbeleving, human-to-human marketing.